Welkom iedereen, we zijn nu aflevering van Persona 3 Portable. Vandaag zijn we niet meer in een goede conditie. Niet? Nee. We hebben niet goed genoeg gespoord, denk ik. Nou, niet genoeg gespoord, of volle maan, of... Paros, we hebben... I don't know. Ja, sowieso hebben we niet goed geslapen, denk ik. Ik blijf me benieuwen of je echt iedereen gaat maxrenken. Want je moet nog Mitsuru, je moet nog... I guess, je moet nog... je had die andere chick al, toch? Welke andere chick? Fuka? Nee. Yukari. Ik zei Yukari. Oh. Ja, maar zei je Yukari en I guess heel snel achter elkaar? Ik zei I guess en toen Yukari. Nou ja, okay, zal wel. Ja. Het ging te snel voor mij. Ja. Wat ik zeg hier zeggen is iets wat ik niet heel snel wist. Je weet het, hè, met medailles, je hebt goud, zilver en brons. Ja? Ja, ja. Goud is een puur metaal, hè? Ja. Zilver is een puur metaal, hè? Ja, maar brons niet. Brons niet. Nou ja, als je het zou zeggen, dan zou ik het niet raar vinden. Ik heb het ergens ooit eens gehoord, maar ik weet niet meer waar. Nee, precies. Dus ik vind het op zich interessant om te kijken van, hey, brons... Je zou denken, alle drie de medailles zijn gewoon pure metalen. Maar zijn ze dus niet. Mm-hmm. Dus dat vind ik op zich wel geinig. Maar ja, dan zou je denken dat koper... Dat ze dat dus zouden gaan doen als medaille. Omdat dat wel een pure... puur metaal is. Maar dat klinkt niet echt lekker als derde prijs. Nee. Volgens mij hebben ze het al heel lang zo... De bronze metal... altijd gewoon derde plek, ja, is. En je weet wat er gebeurt wanneer zuurstof bij koper komt. Poef? Nee, dan krijg je die blauw-groenige kleur. Ah, nee, dat past niet bij brons. Nee. Nee, dat derde plek, daar hoort geen blauw-groen te zijn. Ik vind de kleur zoals het is al goed genoeg. Ja. Dus ja, oké. Okay. En ja, wat de reden waarom ze geven van oké, het zijn bronzen medailles, mm-hmm. is omdat brons over het algemeen de meest voorkomende metaal is voor alle hoge kwaliteit medailles. Nou ja, sowieso op een gegeven moment dan hebben we geen grondstoffen meer, dus nee, klopt. Kunnen we beter pakken wat we hebben. Ik krijg een hologram. Niet een holografische medaille. Maar sowieso krijgen we al van die nep plastic dingen die dan goud of zilver of brons geverfd zijn. Ja. Nou, hier hebben we eigenlijk het stuk over dat Jin en Takaya nu de Doomsday Cult aan het opmaken zijn. Dat echt meer komt nu. We hebben al de posters gezien, maar nu heb je ook echt daadwerkelijk een foto met in een magazine, et cetera. Dus... Wordt dit de derde wereldoorlog? Nee, het wordt niet de derde wereldoorlog, het wordt gewoon apocalypse. Oké. Nee, dus je gaat niet tegen random mensen vechten? Nee. Oké, ook niet tegen Jin en... ja, tegen Jin en Takaya wel. Oké. Omdat, nou ja, natuurlijk, het Strega en Strega, we hebben wel tegen Chidori gevochten, maar we hebben niet tegen Takaya of Jin daadwerkelijk nog vaak gevochten. Want we hebben ze wel verslagen op de brug, maar ze kwamen toen weer terug. Mhm. Ja, klopt. Dus ja. Een paar dingen wel, wat nu van belangrijk is. Op een paar dagen. En dat is, als ik het goed heb, is dat november. Ja. Dus daar zijn we al voorheen. Moet je wel een paar dingen doen voor een bepaalde flag. Oh. En die flag triggert dan op de 21ste van januari. Dus dat zien we vandaag ook nog in deze part. Nice. En het heeft voornamelijk te maken met Junpei. Dat je met Junpei duidelijk praat. Van hey, hupplepup. En er was een scène nog met Mitsuru dat ze gebeld was. Over dat iemand getransmogrified was. Oei. Was het een belangrijk persoon? Ja. En was het de butler? Ja, was de butler. Nee, als je die cutscene hebt gehad, betekent dat je alle flags goed hebt gedaan. Oké. Dus dan komen we later achter hoe wat. Nou, dus dan moeten we nog zien of je alle flags goed hebt gedaan, toch? Ja, precies. Ja, ik ben zelf geen grote fan van zulke flags in games. De Tales-serie is echt een grootste fan van om zoveel flags erin te doen. Dat, oké, je kan alleen maar dit moment doen tussen deze stad en deze stad.
Of tussen dit moment op dit moment. Of wanneer je deze boss hebt gehaald en dan moet je ergens naar een van de beginstenen naartoe. Doe je dat niet, dan ben je voor eeuwig kwijt. En ja, daar kan ik heel slecht tegen, want daar ga je niet van uit dat je dat kan doen. Niks wijst je die kant op. Mm-hmm. Dat ja, dat is gewoon een wilde gok, toch? Ja, dat is ook de reden waarom ik vaak van zulke games ook nooit kan 100%, want ik weet die dingen gewoon niet. Opzoeken, guides. Ja, maar je gaat geen guide opzoeken van een game die je net of speelt. Of, wanneer je, kijk, je gaat een guide opzoeken wanneer je ze gaat recorden, maar zelfs guides hebben niet de 100% alle info. Dan doe je toch gewoon een second playthrough. Ja, klopt, maar je doet geen second playthrough van games die 40 à 50 uur zijn. Net wanneer je ze hebt uitgespeeld. Ja, dan we weten het al, je bent gestoord. Ik kan nu, als ik erover nadenk, kan ik er al eentje op noemen. Nou, welke? Persona 5. Ja, oké, okay, fair enough. En ik weet er nog eentje, Digimon World... nee, er zit geen world in. Cyber Sleuth? Ja. Ja. Maar dat was gewoon puur omdat ik voor al die trofeeën ging. En toen had ik wel een guide gebruikt voor die een van die collectibles. Nou, oké. Okay. Kijk, een game die ik... Een RPG die ik heb uitgespeeld en binnen een korte tijd opnieuw had uitgespeeld, was mijn Sword & Shield. Maar Sword & Shield speel je zo uit. Ja, dat is geen 50 uur. Nee. Want ik ben puur even voor het gemak. Kijk, How Long to Beat is niet echt super duidelijk met die dingen. Pokémon, Sword & Shield. Nee, je zegt dat de main story 24,5 uur is. Waar halen ze die 16 uur vandaan? Die game heb je uitgespeeld in 8 uur. Nou ja, jij hebt hem wel uitgespeeld in 8 uur. Ik had hem uitgespeeld in 6 uur. De enige reden waarom langer duurde was omdat ik aan het zoeken was naar een freaking koevant. Ja, nou... Maar dat is gewoon de story, toch? Het is alleen de story, ja, main story. Nou ja, How Long to Beat, weet je. Als je speedrun tactics gebruikt, dan ben je nog sneller klaar. Nou, Rush... Maar volgens mij zijn er nog geen... volgens mij zijn er nog geen hele grote glitches die je kan gebruiken in de game, behalve... Er zijn genoeg glitches om te gebruiken, maar nog niet genoeg glitches waarmee echt super ver kan. Waarschijnlijk iets met EXP candy, of niet? Ja. Ja, oké. Okay. Maar dan zonder die EXP candy doen ze dat dan, denk ik. Mm-hmm. Nee, single player volgens How Long to Beat is Rushed. 17,5 uur. Opnieuw, waar hou je die 9,5 uur vandaan? Ja, uit je broekzak, denk ik. Ja, denk het ook. Kijk, leisure, dus echt op een rustig tempo, 35 uur. Waar hou je die 10 uur vandaan? Want als je het op rustig tempo speelt, ben je alsnog met 25 uur wel klaar. Met alle animaties aan? Alle animaties aan. En rustig dingen proberen te vangen tussendoor. Ja, oké. Okay. Nou... Wat is de completion is? Zeker meer dan 100. 182 uur. Ik heb geen idee hoe je dat 182 uur aan moet besteden. Ik denk beide games zelf uitspelen. Nee, niet ruilen. Dit is alleen Shield. Dus één game. Nou. Alle Gigantamax mons vangen? Toegeven, als je niet de glitch weet, ja, dan kan ik het heel goed begrijpen. Ik denk dat ze daarop hebben gebaseerd. Ja, kan me niets anders bedenken. Ja, en die is de mooiste. Main plus extra's. En met extra's. Wat is extra? Ja, de postgame. Ja, nou. Ja, daar had ik het ook al met z'n man over. Want we moesten een game bedenken die ik dan moest uitspelen dit jaar, die nieuw is. Of die ik nog nooit heb gespeeld. Ja. En dan overal zit dan extra bij. En dan zitten we allebei zo van: ja, maar wat is extra, weet je? Ja, dat kan alles en nog wat zijn. Zoals bijvoorbeeld hier, main plus extra's. Ja, ik kan de main game spelen zonder alle social links te triggeren. Ja, maar dat is een, ja... Maar of dat leuk is, weet je... Dat zijn, dan, is een, ja, zijn dan die extra's de social links? I don't know. God knows. Maar dit is op zich goeie. Persona 3, degene die we nu spelen. Ja. De oorspronkelijke game... Persona 3. Ja, Persona 3 was 81,5 uur. Persona 3 Portable, degene die wij spelen, is 66 uur. Ze hebben wat dingetjes versneld. Ja, wil je weten wat ze hebben versneld? Het feit ze hebben alle cutscenes eruit gehaald. Nee. Het feit dat je die CPU's kan controleren. Ah ja. Dat, ja. Ja, die vat ik wel.
Ja, dan snap ik ook wel als je er lang over doet, want de CPU doet niks meer. Dus je bent meer geld kwijt aan medicatie. Zorg dat je dingen opnieuw moet doen. By the way, hier is de fiancé van Mitsuru. Oh, hij ziet echt slug uit en als een old fucking guy. Old geezer. Ja, volgens mij is hij 40. Mag dit? Is dit legally allowed? Hoe oud is Mitsuru? Toch niet 17, denk ik. Nou, in Japan mag je eerder huwelijken natuurlijk. Ja, klopt. Mitsuru in Persona 3 was 17, 18. Oh, wat nasty. Ja, dit is inderdaad nasty. Ja, dit had ik echt niet mijn dochter nooit aangedaan. Maar ja, dat is bedrijfs, hè. Dus je probeert door middel van huwelijk zulke dingen te creëren. Mm-hmm. Ja, nou ja, het heeft wel voordelen, maar ja. Zeer veel nadelen. Voor je persoonlijke familie. Ja. Nee, hier is het ding wat hij zegt van, oké. Je wil een hogere maatschappij terechtkomen. Dus echt een beetje de noble, bladibladibla. Mm-hmm. Zet van, ja, vrouwen kunnen door middel van seks het wel bereiken. Kijk, mannen hebben er meer moeite mee. Die moeten echt talent hebben. Ik had die ook die gozer een klap in zijn gezicht verkocht. Je wil niet weten. Is niet waar dan. No, just kidding. Ik had jou nog een klap verkocht als jij dat mee eens was. Tuurlijk niet. Tuurlijk ben ik het niet mee eens. Oké, okay, dit is dan wel weer goeie. Wat is de speedrun, denk je, van deze game? Speedrun? Ja. 9 uur? Ja, ik heb aardig in de buurt. 8,5 uur. Nee! Maar ja... Het is gewoon alle cutscenes skippen. En je moet waarschijnlijk al de game 1 keer hebben uitgespeeld. Want dan kan je überhaupt alle cutscenes skippen. Nee, dit is gewoon het ding zelf. Maar ja, de final boss fight, zelfs met speedrun, duurt een goede 20 minuten. Ja... Zo makkelijk gaat het natuurlijk niet, hè? Nee, klopt. Als we toch aan meekijken, dan wat is de Sword of Shield voor speedrun eigenlijk op het moment? 4 uur. Ja. 4 uur, 7 minuten en 6 seconden. Heel veel cutscenes skippen. Ja, heel veel cutscenes skippen. Even kijken. Ja, dit is typisch. Je doet anderhalf uur over... Nou. Om bij Kabu te komen. Ja, en vanaf Kabu de benen zo. Weet je ook, ja, dat is waar. Vanaf Kabu gaat de game heel snel. Mm-hmm, eens. Dan heb je in 2,5 uur... heb je... nou ja... 5 andere gymleaders gedaan. Mm-hmm. Heb je Eternatus verslagen, Roos verslagen... en de hele League gedaan. Maar ja, heb je enig idee... wat de Pokémon is die ze gebruiken... voor de speedrun? Ik denk Cinderace. Jij denkt Cinderace... Oké. Okay. Ja. Dan kan dat het verklappen, dat mij... is fout. Rillaboom? Nee. Ah, nee, wacht, het is Inteleon natuurlijk. Nee. Oh, wacht, laat me nog één keer gok doen. Dragovish? Nee. Niet? Dragovish krijg je te laat in de game. Ah, oké. Okay. Wat is dan? Nou, voor de eerste... Ik wil bijna zeggen... Ja, tot aan... de Ferry Gym gebruiken ze Arcanine. Oh ja, dat heb ik. Ik heb wel wat met Arcanine gezien, maar ik wist niet of dat nu al gewoon meta is voor die speedrun categorie. Nee, maar Arcanine, hè? Dus Firestone erop gooien, even de moves leren en met klaar. Ja, gezien dat het zo snel gaat. En vanaf de IJsteam gebruiken ze nog Arcanine, dan switchen ze over naar Excadrill. Het zal weer eens niet Excadrill zijn. In iedere game is het fucking Excadrill. Waar die in zit in ieder geval. Ja. Kijk, volgens mij Pokémon Sun and Moon gebruiken ze geen Excadrill. Maar hij zit er ook niet in, toch? Nee, een speedrun van Sun and Moon is 5 uur en een kwartier. Dus die game is langer. Sorry. Het begint een soort, ja. Het begint maar dat is ook een ding te worden. Maar dat is ook, denk ik, omdat er gewoon geen goede speedrun viable mons in zitten. Zou kunnen. Maar hier is het punt. In Sword and Shield moet je ook nog extra Pokémon vangen, dus dan maak je het nog erger.
Moet je een extra vangen? Oh ja. Je moet Arcanine vangen en je moet Drillbur vangen. Sorry. En was het heel het, even het, weer het is makkelijker in verhouding. Omdat je al kan zien. Maar Sun and Moon gebruik je gewoon Inteleon. Huh? In Sun and Moon gebruik je Inteleon? Nee, sorry, Primarina. Nou, ik wil wel zeggen. Ja, oké. Okay. En Pokémon X en Y is 3 uur en 3 kwartier. Daar gebruik je Lucario. Ja, omdat je natuurlijk eerst Megamon. Ja, Lucario. Dan heb je voor een hele lange periode gebruik je... Oh, Farfetch'd. Ja, ik wist het. Ik wist het. Dan ik Hawlucha, was het alweer bijna vergeten. Dan Lucario. Sowieso Black en White gebruik je in het begin... Emboar. En dan... eerst heb ik dan Picknight. En dan switch je over naar Drillbur. Die gelijk evolueert in Excadrill. En dan burn je door de game heen. Weet je dat heel zeker? Denk het. Nou ja, in ieder geval in Black 2, White 2. Ja, ik heb over Black en White. Hè. In Black en White is het gewoon Emboar van begin tot eind. Oh ja, Emboar. Ja. Ja, dat zou best kunnen. Ik weet van Black and White 2, dan is het gewoon echt Excadrill all the way. Ja, weet je dat heel zeker? Ja. Ja, klopt, je hebt gelijk ook. Ja, ik heb ik heb vorig jaar heb ik speedrun gezien. Mm-hmm. Dus dan zag ik het goed en mooi in actie. Is op zich een goede... Puur omdat ik de game zelf nu heb. Bloodstained. Auw. Hoe lang denk je? Het is een Castlevania game. Ja, ik heb geen idee. Ik kijk dat soort speedruns niet. Of nou ja, dat heb ik nog nooit gezien. Oké. Voor jou dan context. Een soort van Metroid Zero Mission. Ja, maar ik was heel slecht. Ja. Weet ik veel. 2,5 uur. 50 minuten. Is dit fucking Breath of the Wild zonder één Divine Beast doen of zo? Nee. Zit er heel veel tricks in? Nee, dit is any % PC, no major glitches, normal. Ja, maar ik bedoel, zit er heel veel trucjes in? Blijkbaar. Om shit te skippen. Het is hetzelfde als Symphony of the Night. Je backdash door de hele game heen en klaar. Nou, oké. Okay. Nou, dat is... Nee, in Symphony of the Night, backdashen... Mm-hmm. Sneller dan normaal lopen. Maar dat is toch ook in Ocarina of Time. Backwalking is ook sneller dan gewoon forwardwalking. Klopt. Ja, logica, dat is gewoon niet. Mm-hmm. In die games. Nou, ondertussen hebben we een kleine inzicht gehad in Aegis. Dat, weet je over leven? Dus hier had je een oude dame die haar kat kwijt was. Nou, die kat is volgens mij 20 kilo's aangekomen. Maar er komt achter dat mensen die leven, niet kunnen leven op zichzelf. Dus dat je leven doe je samen. Nou. Ja, oké, dat is wel waar. Het is heel moeilijk om op jezelf alleen te leven. Vooral als er geen faciliteiten aanwezig zijn. Ja, klopt. Ik noem maar een voorbeeld. Dr. Stoned. Ja. Jongen. Echt geweldig anime. Fucking hell. Ik had dit eerder moeten kijken. Mm-hmm. Ik had het zo veel eerder moeten kijken. Nou ja, het voordeel was wel, ik kon alles in één keer achter elkaar burnen. Nee, dat scheelt. Nee. En kijk, wat we nu aan het doen zijn echt gewoon de dagen aan het vullen. Het is best erg, maar tot aan eigenlijk de laatste dag hebben wij bar weinig te doen. Een beetje wat social links en that's it. Ja, tot aan 31 januari hebben we niks te doen. Rank 1 judge. Ah, sad. Ja, duurt even. Eerst een goede vraag. Heb je ooit Code Geass gekeken? Code Geass? Ja. Ja. Ik heb het seizoen 1 sowieso helemaal gekeken. Seizoen 2 weet, kan ik me heel vaag herinneren. Oké. Okay. Ben je van plan om Code Geass R3 nog te kijken? Nou ja, ik denk dat ik gewoon die hele serie opnieuw ga kijken, want dan beleef ik het weer helemaal opnieuw. Er zijn recap movies, hè? Ja, recap movies? Ja.
Ja, maar dat, meestal dan skippen ze wat dingetjes en ja, nou, ik denk dat ik dat wel allemaal mee wil krijgen. Is het punt, de recap movies vertelt het verhaal anders en op basis van dat alternatieve verhaal wordt R3 gemaakt. Oh, dus ik moet eigenlijk die films gaan kijken om R3 te snappen. Wat heel dom is, want sommige mensen leven die in het oorspronkelijke verhaal dood zijn gegaan, maar R3 nog leven. Oh, maar ja, maar dat hebben ze ook met, welke serie was dat ook alweer? Dat hebben ze al, een andere bedrijf heeft dat ook al een keer gedaan. Oh ja, Tokyo Ghoul. Ja. Seizoen 1 en dan heb je ineens Ray, nou, seizoen 2. Nou, die passen nog op elkaar volgens mij. En dan heb je ineens seizoen 3 en dat is dan... via iets anders gemaakt, want de anime is dan, die volgt dan hun eigen ding. En de seizoen 3 die volgt de manga. Heel frappant. Want dan is het allemaal net iets anders. Maar ja, het, voor mij past het net nog een beetje op elkaar. Alleen je weet het tussenstukje niet wat er is gebeurd. Dan moet je echt manga lezen, maar ik lees niet echt manga. Er zijn wel een paar die ik wil gaan lezen. Omdat ik bijvoorbeeld benieuwd ben naar het einde. Om een voorbeeld te... kut. Waarom ben ik zo slecht in namen? Dat kan je niet helpen. Nee, weet ik. Maar ik ga hem even heel even stiekem... heel fout van me, maar ik ga hem even opzoeken. Death Parade was het? Ja, Death Parade. Nee, ja. Nee, niet Death Parade. Nee. Het was dat ene dodemans pretpark. Deadman Wonderland. Ja, Deadman Wonderland, dat was hem. Die wil Jezus, jouw geheugen zuigt. Ja, maar Deadman Wonderland heb ik ook echt in 2012 of zo gezien. Ja, ik ook. Dus, your point. We zijn 8 jaar verder. Dus ja, ik wil op zich wel weten hoe het eindigt. Maar ja, dan moet ik tijd maken. Ja, I know, iedereen zegt lees de manga met alles en nog wat. Ook met One Piece, maar ja, soms dan heb ik gewoon, ja, ik heb merendeel geen zin om het te lezen. Nou, dat is niet jouw probleem. Ja, dat is zeker weten. Maar ja, op zich, ja, manga vind ik niet echt helemaal mijn ding. Ik vind het leuk om dan een serie te kijken. Want dan heb je ook stem, je hebt stemacteurs, je hebt muziek, je hebt geluid, je hebt kleur. Het leeft meer. Het leeft meer, ja. Kan je wat makkelijker in vinden, I guess. Het enige nadeel wat ik wel vind aan manga, maar anime heeft ook het probleem, wanneer je letterlijk rond januari zit, dus eind december, januari, heel veel gaan er opeens op break en brengen er opeens meerdere dingen uit. En ben je opeens van, jezus, ik moet er weer 5 chapters in halen. Nou ja, weet je wat ik heb? Al die klote Japanse feestdagen, dat ze dan een week niet een episode Dat begrijp ik, dat begrijp ik. Maar het is wel zo van, ja jongens... Nou ja, het komt wel heel vaak, echt. Weet je, wij hebben wat enkele feestdagen, maar zelfs dan komen wij nog met series uit in Nederland, weet je. Wij stoppen daar niet voor. Oud en nieuw, oké, snap ik. Kerst, snap ik. Maar als er gewoon tussen kerst en oud en nieuw geen aflevering komt, denk ik echt van... Waarom? Waarom niet? Ik wil ook gewoon mijn aflevering kijken. Ja. En nu heb ik iets van 5 series of zo lopen, waarvan ik een aflevering kan kijken deze week. Toevallig benieuwd welke het zijn? Vertel maar. Nou, zoals gewoonlijk One Piece. Fuck jou. Want ik ben weer helemaal bij. Wees even heel eerlijk, de anime zuigt sinds, ik wil bijna zeggen, sinds Fishman. Nee, ik vind het op zich wel meevallen. Ik kan er nog van genieten. Ja, nou, ik vind zelf de pacing gewoon veel te traag. Ja, maar dat is hetzelfde als Dragon Ball Z. Ja, nee, I know. Ook maar... zo. Het is gewoon niet zo erg als je de manga naast leest. Doen ze misschien nu een kwart chapter per aflevering? Als je geluk hebt, misschien half. Maar dat doen ze puur zodat ze niet voor de manga lopen. Ik weet waarom ze het doen. Maar maakt het niet minder annoying om te kijken. Ja, nou ja. Nee, ik
kan er overheen kijken. En meestal, nou, ik heb een tijdje gewacht met het kijken ervan. Totdat ik weer iets van dik meer dan 10 afleveringen kon kijken. Nou, dat heb ik gedaan. En nu zou ik weer verder kunnen met 1 aflevering, maar misschien dat ik wel wacht. Nou, volgende, 7 Deadly Sins. Schaam je? We hebben vandaag hebben we een foto op Discord neergezet. Ja, ik heb hem gezien. Van de animatie. Het is beschamend. Het was heel erg treurig. Maar ja, ik onderbreek je heel even. De manga hou je niet bij, hè? Nee. De manga zegt nu ook. Oh, oké. Okay. Oh, dat is wel spijtig. Nee, ik spoil een klein ding maar van de manga. Merlin was ook verliefd op Meliodas. Toch even, het was een beetje een hint. Maar nee, Merlin was ook al verliefd op Meliodas. Iedereen is op Meliodas. Ja, iedereen is ook verliefd. Ook de guys. Ja, en ze brengt nu ook Apocalypse. Oké. Okay, omdat ze jaloers is. Kut, Jordi, nu heb je me... Sorry, maar het duurt nog 2 seizoenen van de anime voordat je bij dat punt bent. Ah, dat vind ik niet erg. En tegen die tijd ben je toch al vergeten. Ja, dat is waar. En de derde? Nee, ik wil nog 1 ding zeggen. Eén hint, de ogen horen iets meer naar beneden, niet op zijn voorhoofd. Nee, I know. En de derde is Boku no Hero. Oké. Okay. Die is gelukkig wel goed. Nee, klopt. My Hero is heel goed. Dat komt omdat de arc ook gewoon momenteel heel goed is. Mensen zijn toch geen ene fan van, maar ik zit zo van... prima arc. By the way, Chidori leeft. Weet wat? Hallo, Chidori. Ja. She did? Ja. Hoe dan? Nou, we zijn nog steeds niet achter hoe. Maar dat waren dus niet. De flags. Als je op de flags op de juiste momenten reageert... Ja... krijg je die cutscene van Mitsuru van... ja, Chidori leeft. En dan komen de 21ste komen erachter van... hey, Chidori. Hier is een beetje het punt met Chidori. Ze heeft geen herinneringen meer. Ze is alles vergeten. Ja. Nou, gelukkig maar. Maar kent ze Junpei nog? Nee. Ah, nee. Kut. Dus omdat zij de potential is verloren, is alle geheugens en alle herinneringen daarvan kwijt. Nou ja, misschien is het ook maar beter zo. Vrienden? Ja. Maar ze weet nog wel wie ze is. Ze weet wie ze is, maar van de laatste paar jaren weet ze niet meer. Dikke F. Dus sinds eigenlijk de experimenten voor die kunstmatige persona weet ze niks meer. Beter. Oh, Chidori's dokter, die heeft zijn eigen ding. Ja, is hij ook een villain? Nee. Oh. Hij was puur voor beeldvorming, dat je tenminste een idee hebt. Want hij weet van persona's af. Oh. Maar ja, dat betekent dus dat Junpei weer gekropstompt wordt. Want Chidori weet niet meer wie hij is. Dus ja. Nice. Ze weet dat iemand was die... waar ze heel blij mee was dat hij er altijd was, maar ze weet niet meer wie die was. Ja, en die persoon was Junpei, dus ja. Ja, ze is dus nu op zoek naar een persoon die Junpei is, die naast haar staat, maar ze wil niet meer Junpei. Ja, het dus, is niet Junpei. Ja. Nou, het is Junpei die de bloemen iedere keer bracht, maar ja, oeps. Tja, dat is kut. Ja, en een hele mooie easter egg hiermee is dat Medea ook healing arts had. Mm-hmm. Dus nu kan Junpei ook ons healen. Nee, het had te maken met het ding van... haar persona kon bloemen weer herstellen. Dus telkens wanneer Junpei langskwam, gebruikte ze haar persona om de bloemen weer tot leven te brengen. Dus in bloei. En wat dus het ding was, en dus de reden waarom ze denken dat zij dit heeft overleefd, is dat ze had bloemen... op haar, borst. Ja, omdat, ze was dood, dus te eerbetoon. Die bloemen waren in leven gehouden dankzij haar persona. Ja. Nou, de energie kwam dus weer terug tot haar, dus zij kwam weer tot leven. Ah. Dat is een beetje het idee erachter. Oké. Okay. En is op zoek naar Junpei, maar ze weet niet dat Junpei is. Dus, oeps. Rip Junpei, hij gaat single dood. Ach, even heel eerlijk, dat wil jij liever.
Nou ja, ik wil het liever. Daarom. Nee, voor de rest, ja. Gaat Chidori nog niks doen? Nee, Chidori is gewoon standaard. Oh. Dus het is belangrijk, maar voor de rest is wel zo van, oké. Als we ooit een sequel krijgen, dan is Chidori een van je docenten. Die je kan daten. Maar alleen als je female MC bent. Maar ik vind nog steeds raar. Nee, ik vind alleen nog steeds raar dat we nog steeds niet echt de personen op de Switch hebben. Volgens mij stellen ze dat heel erg uit of zo. Maar we krijgen er toch eentje. We krijgen personen op de PlayStation. We krijgen Scramble. Maar... Of op de Switch. Ja, we krijgen Scramble. Laat even eerlijk zijn, dat is geen Persona game. Ja, maar Persona zit in de titel. Niks, ja, nee. Gewoon nee. Persona zit in de titel. Net zoals dat we zometeen Kingdom Hearts Scramble krijgen. Dat is dan een cross-puzzel met Kingdom Hearts characters. Oh, ik zweer. Ik plant een bom in Nintendo als ze dat doen. Jongen, dat gaat sowieso gebeuren. Ze gaan echt niet echt de Kingdom Hearts games porten. En als ze dat doen, dan ben ik heel erg happy. Kingdom Hearts. Ik zit al zeggen, als Kingdom Hearts de story zo far op gaan doorgooien, ben ik happy en is de day one by. Dan gaan wij fucking Kingdom Hearts racen. Ja. Daar heb ik echt zin in. Oh, de kat is weer vermist. Weet je, je kan ook denken van dat de kat gewoon niet bij je wil zijn. Ja, zou kunnen. Dat hij daarom wegloopt. Nou, wat eigenlijk hier de bedoeling is... weet je het gedrag van tijgers wanneer ze doodgaan? Nee. Nou, tijgers en eigenlijk katachtige dieren voelen aan wanneer ze doodgaan. Oh. Dat is uit onderzoek blijkbaar gebleken. Of het echt waar is, geen idee. Kut. Nou, ze voelen wanneer ze doodgaan. Dus wat doen ze? Ze lopen ergens alleen naartoe en gaan daar dan sterven, zodat hun familie en wat dan ook niet om hun per se moeten gaan rouwen. Ah, oh, zielig. Maar wel fucking slim. Holy shit. Nou ja, een familielid die zat in een stasis en die ging waarschijnlijk dood. Mm. En die is ook echt overleden toen merendeel van de familie weg was om een hapje te gaan eten. Ja. Dus ja, volgens mij voelen we... Sommige mensen voelen dat ook wel een beetje aan, denk ik. Klopt. Dat is wel grappig dat tijgers dat hebben. Had ik er nooit achter gezocht. Nou, gaan we weer met Aigus daten? Jongen, ik denk dat je als eerst Aigus volledig hebt. Ja? Ja. Maar en dan zeg je, nee, ik heb eerst Mitsuru gedaan. Maar ik zit al met rank 9 op Mitsuru, hè? Dus, Hoeveel... Ik heb me niet goed bijgehouden welke rank. Rank 9. Ja. Aigus. Aigus is rank 8 als deze triggert. Oh. Kut. Het kan. Ik hoop dat ik gelijk heb. Want het is gewoon puur leuk dat ik gelijk heb. Maar ja, dat is voornamelijk... Het mooie aan deze is, ze denkt dat zij nu een man is. Omdat ze warme gevoelens voor jou heeft. Omdat ze dat idee heeft van dat liefde is. Maar nee, voor haar is liefde zo eenzijdig iets. Dat liefde ook echt man-vrouw is. Ja, alleen maar heteroseksuele liefde past... Maar toen was het ook normaal, I guess. Maar ja, ze komt achter van dat niet hele, dat niet correct is. Dus ze weet wel dat het niet goed is. Of de correcte omschrijving is. Oh. Nou, ze komt er wel achter, toch? Ja, klopt. Ik heb eigenlijk een... Nou kijk, Shin Megami Tensei, de hele serie, heeft geen hele interessante naamconventie. Maar ik wil eigenlijk een heel simpel spel met jou spelen... Denk jij dat achter de omschrijving van een spel de betekenis van het spel kan raden? Nee. Nee? Maar ik denk dat je wil dat ik het ga proberen in ieder geval. Kut. Oké, ik sta klaar. Oké, Tales of Phantasia. Phantasia. Ja. Final Fantasy.
Dus je denkt dat het een soort van fantasie was. Ja. Ja, is goed. Allereerste game, Tales of Phantasia, was gewoon... het heet Phantasia, omdat het een fantasie game was. Nice. Oké, okay. Tales of Destiny. Ik wil bijna zeggen fantasy game. Destiny. Destiny. Dat mensen een bepaald lot volgden. Ja. Als in de game Destiny. Nee, grap. Nee, dus dat is bepaald. Ja, oké, dat is goed. Characters were destined to meet someone to save the world. Ik ben hier heel slecht in. Ja, ik merk het. Maar ik weet niet heel goed wat ik moet zeggen. Oké, deze is heel makkelijk als je het woord eruit kan halen. Tales of Symphonia. Tales of Symphonia. Ja. Symphonia? Wat is een, ja, het komt van het woord symfonie. Wat is een symfonie? Ik weet dat het een of andere orkestachtig iets is. Goed genoeg. Een symfonie is een compositie van verschillende elementen die samen iets creëren. En in de game is dat je meerdere mensen hebt met eigen verhalen die samen tot één plot komen. Ja, zo diep ben ik ook weer niet, weet je. Ik word geen kunstenaar, denk ik. Even kijken, wat is voor jou makkelijker nog om te raden? Ja, eerlijk gezegd, ik heb geen, want heel veel van deze ga je echt gewoon niet raden. Ja. Weet je wat? Zo gevoel had ik al. Ja, nee, omdat sommige gewoon echt te ver zijn. Want bijvoorbeeld Tales of Eternia. Eternia is de naam van de wereld. Dat kan je niet weten. Nee. Kan je er niet uithalen. Weet je wat? Dit is de laatste ding die ik doe. Tales of Abyss. Die Abyss. Dat is een of andere... waarom komt het woord ondergrond in me op? Omdat technisch gezien ondergrond is onderwereld. Ja, dat. Ja, je hebt gelijk. Yay. Tales of Abyss is letterlijk over een plek genaamd de Abyss. Onder de grond. Die eigenlijk tussen een laag zit. Want de wereld is dan opgebouwd met bepaalde palen. Waarop het hele continent zit. En onder die palen zit weer een andere wereld. Oh. Dus nou, dan heb ik het goed gedaan op zich. Ja, dat is de enige die echt goed had. Zonder al te veel hulp. Hype. Nee, maar bijvoorbeeld dingen zoals Tales of Berseria. Berserk. Geen idee. Dat zou ik niet uit kunnen halen. Nee, Tales of Vesperia. Vesperia is dan de nachtster van die wereld. Kan je ook niet weten, want dat is in-game lore. Final Fantasy. Tales of Fantasy. Oh, ja, Final Fantasy. Final Fantasy heeft de naam om één hele simpele reden. Het is een fantasie. Nee. Het is de laatste fantasiewereld. Het was de laatste game die ze maakten omdat ze dachten dat ze geen nieuwe konden maken omdat ze op de financiële ondergrond of achtergrond zaten. Dat laatste, dat klopt. Ik heb enigszins verstand van de geschiedenis van games, maar niet zo heel veel. Omdat ik het merendeel vergeet. Ja, dus op zich dat is wel interessant. Ik ben nog steeds net zo erg als Bram qua geheugen. Oh nee, ik kan nog net zo erg zijn als Bram. Bram was echt een drama. Oh nee, ik ben minder erg, want ik kan nog wel de rocktunnel door. Nee. Zonder flash. Nee, dat is niet geheugen, dat is puur gewoon inzicht. Geheugen is dat je 20 keer het stuk van Fortress City tot aan Lilycove City komt en dan nooit er doorheen komt. En iedere keer dezelfde fouten maakt. Ja, dat was wel heel heftig. Ik weet niet hoe die dat voor elkaar kreeg, maar... Dat is inderdaad een goede vraag. Goede vraag, ja. Vind ik ook. Oh, je gaat weer de... Je hebt weer de verkeerde persona in je arsenaal. Ja. Nou, wat is eigenlijk de naam van de persona? Shin Megami Tensei. Waarom heet de game Persona? Persoon?
Dus als in de individu. Ja. Ja, en wij mensen hebben allemaal karakter... Ik kan het woord niet zeggen. Karakteristieken, eigenschappen. Ja, ja dat. Nou, en daar gaat het over. Verschillende trekjes, aspecten. Ja, ja. Allerlei aspecten van een van mensen, I guess. En hun struggles in het dagelijks leven. Mm-hmm. Oh ja, klopt. Correct. Nice! Ik ben geen pro, maar ik weet in ieder geval wel iets. Oké. Okay. Nee, maar dat is voornamelijk. Zij gingen nou weer naar de arcade. Ja. Godverdomme. Er valt niks te doen. Het zijn er maar een paar dagen en dan gaat de wereld toch uit. Ga een boek lezen of zo. Voor welke les? Nee, gewoon een boek die ik kan kopen. Sorry, maar waarom zou je nog gaan lezen als de wereld vergaat over 6 dagen? Omdat ik niet wil dat je je geld verspilt in de arcade. Ik heb 5 mil of 50 mil. Ik heb geen geld. Nog steeds vind ik dat je niet zoveel geld moet verspillen daaraan. Zegt de gozer die zoveel games had in een jaar. Dat was vorig jaar. Nieuwjaarsresolutie, 15 games max. Ja, hou je niet aan. Ik weet alleen niet of we DLC meetellen. Daar hebben we wel mee, dus hou je niet aan. Oké, ja. Zijn man had het erover dat we het niet meetelden. Nee, ik tel ook niet mee. Dat is nog geld. Ja, oké. Daar zit wat in. Nou ja, het eerste wat ik dit jaar gekoop is Kingdom Hearts. Nou ja, Remind, ja. Dat zit er aan te hoesten. Toch even, ik heb al een tijdje niet meer gekeken naar... Sinds onze Kingdom Hearts serie heb ik niet meer gekeken naar Everglow. Van, oké, wat is nu eigenlijk allemaal tussendoor gebeurd? Kunnen we mooi doen als we Remind gaan doen. Ja, klopt. Want, even no joke, er gebeurt... ...par weinig. Volgens mij... Was er een kleine. Was Darkness weer voorbij gefietst. Om Maleficent te helpen? Ja, denk het. Dat denk ik in ieder geval. Volgens mij sowieso was hij niet gereveeld wie het is. Of wat het is. Mm-hmm. Het enige wat we weten is Darkness. Hé, hey, je hebt Mitsuru nog niet gedaan. En je hebt Aegis nu op 9. Ja. Misschien. De kans is er gewoon. Ja, ik doe eerst Mitsuru en dan doe ik kijkers. Nee. Je zei toch eerst dat ik Mitsuru zelf moet maar. Nee, is Aegis. Dus fuck jou. Ja, maar weet je wat het is? Nou. Mitsuru is leuker dan Aegis. Dus als je eerst naar Aegis complete. Ja. Dan heb je de stomme heb je dan voorbij. Ja. En dan hoef je alleen nog maar de leuke te doen. En dan is Yukari en Mitsuru. Ja. Aegis is een robot. Hier, kijk. Nou, je doet gewoon. Mm-hmm. Bam. I got it right for once. You feel it your realistisch, je wil ook stronger soon. Fuck nee. You. Fuck you. Fuck. Ik heb het gedaan. Dus mij niet aankijken dat ik niet eerst Aegis heb afgemaakt. De game wordt gewoon. Kon je niet eerst lezen van? Oh, the nee. Relationship will grow soon. Nee, dat zie je pas wanneer je triggert. En ik had geen zin om terug te gaan voor de laatste paar dagen. Save voordat je het doet. Ja, oké. Welke keuze had ik dan moeten maken? Yukari. Yukari was er niet. Oké. Alles beter dan Arcade. Mitsuru was er ook niet. Dus dan is het zo van, oké. Uh-huh. Je kon het alleen pas vandaag doen. Dus het was zo van, oké. Blijft er niet veel over, inderdaad. Nee, maar dan is dat gewoon nu de optie van... Oké, wat gaan we nu doen? Want we kunnen weer met Aegis zitten. Want Yukari is er weer niet. Maar Mitsuru is er wel. Oei, nice. Nou, Mitsuru. En jij echt in haar kamer. Ja, dit is haar kamer. Nee, ik weet ook niet waarom dit haar kamer is. What the fuck, jongen. Ja, maar ze is rijk, dus daarom is het de kamer. Alsnog. Nou, by the way, we krijgen haar motorsleutels. Yay, dan mogen wij op de motor rijden.
Nou, en nu ziet ze ons als een jongere zus. Meestal punt, ze is gewoon fucking verliefd. Oké? Okay? She lying through her teeth. Nogal, ja. She really wants the poes. Pretty much. En nu heb je 3 emperors. Ja, nu pas nummer 3, hè. We krijgen Alilat. Alilat. Nou, zeg maar, van welke omgeving komt de mythologie? Ah, oh, kut. Wat waren de rest ook weer toch niet Grieks, hè? Nee, dit keer is niet Grieks. Catalonisch? Nee. Kut. Romeins? Nee. Oh, Egyptisch? Nee. Can I give up? Ja. I give up. De Sumerianen. Ja, dat had ik nooit geraden. Nee, klopt. Toch even, als je had gezegd islamitisch, had ik het ook nog goed gerekend. Omdat de Isilit erin zit. Ja, Alilat is een van de 3 main idols, Alilat. Samen met Al-Uzza en Al-Mat. Die aanbeden wordt door de mensen van Mekka. Voordat de islam werd geprezen door Mohammed. Dus het komt voor de islam eigenlijk uit. Hmm. Daarom zeg ik ook, dat waren de Sumerianen. Oké. Okay. Nou, ik denk dat je Iris nu wel hebt. Ja, klopt. Maar je kon ook voor Yukari kiezen. Ja, maar Yukari was nog maar rang 6. Dus hier is het punt. De vraag is beantwoord. Ik heb Yukari kunnen halen. Oei. Ik heb iedereen gecomplete behalve Yukari. Oh, did it feel bad? Nou, ik ben heel eerlijk. Ik vond het wel echt fucking bullshit. Wat had je dan verkeerd gedaan? Ik heb 1 dag verkeerd gedaan eigenlijk. Wat had je verkeerd gedaan? Ik had op 1 dag... had ik naar de shrine moeten gaan... om te bidden voor Yukari. En in plaats daarvan heb je voor Mitsuru geboden? Oh, nee, die was niet deze maand. Oh. Was ergens in het begin van de game. Oeps. In het begin van de game had ik dat moeten doen. In plaats daarvan ben ik met Junpei gegaan. Wel met Yukari gegaan, maar dan kreeg ik alleen maar de relationship will grow strong soon. Oh, maar waarom ben je ook met Junpei gegaan? Laten we even heel eerlijk zijn. Ik was gewoon bezig om social links af te maken. Oh, ja. Nou ja, je had ook nog een argument kunnen gebruiken. Ja, maar ik wilde Junpei als eerste doen, zodat we er vanaf waren. Ja, maar ja, nu komt het niet goed uit. Want je hebt nu een van de best niet gedaan. Nee, grapje. Nou, ik, dat was dus een beetje het punt van... Oké, okay, niet gehaald. Spijtig. En nu? Ctrl-R. Ja, Ctrl-R. Hele game doen we opnieuw. We gooien de hele serie weg. Maar dan de hele serie met speed knop in 1 part. Ja. En dan gaan we wel zien hoe snel jij bent in gamen. Nou, een van de mooiste speedruns die ik ooit heb gezien... Was iemand die ook een Generations race deed. En zei van ja, die gozer loopt 2 Generations achter. We laten hem een speedknop doen voor een half uur. In een half uur had hij heel Gen 2 klaar. Dat klinkt heel erg als een man. Ja, klopt. Alleen zijn man die zou het voor zichzelf vragen. Ook al staat hij voor. Jongen, die zou de hele race speedknop willen doen. Mm-hmm. Dus op zich, ik vond het wel geinig van... Oké, okay, nu staat hij voor. Maar... De hele game was gewoon één groot. De hele race was één groot drama naar een bepaald punt. Wacht. We hebben toch ook ooit een keer een race met Michael gehad. En toen mocht hij ook de cutscene skippen. Mm. Maar toen liep ik al te ver voor. Ja. Maar sowieso, ik had struggles met de final boss toen. Maar ja, mensen. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Laat eens. Bye bye.